Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik eindelijk weer een leuke nail art voor jullie. Het is al even geleden dat ik een video heb opgenomen. Ik denk al bijna een week. Dus ik dacht, ik ga vandaag een hele leuke video maken met twee verschillende nail arts daarin. Het is toch weer even een beetje een rare week geweest met heel die lockdown toestand. Ik ben daar zelf altijd een beetje van slag. Ik word er altijd een beetje onrustig van. Ik heb het wel eens eerder in een andere video ook benoemd. Ook deze week had ik daar toch weer last van. Ik weet niet hoe het komt. Normaal zit ik altijd in een lekkere flow en dan maak ik video's en alles gaat lekker door. En dan ineens is alles anders. Ik heb daar denk ik toch een beetje moeite mee. Ik was ook meteen helemaal weer uit mijn ritme. En vandaar dat er ook heel de week bijna geen video online is gekomen. Maar goed, vandaag heb ik alle moed weer bij elkaar verzameld. Ik had ook superveel zin om mijn nail arts te maken. En dat was denk ik ook een beetje het probleem. Want ik had heel veel inspiratie. Ik had heel veel dingen die ik nog wilde maken. Maar ik dacht ook, ja, willen jullie nu eigenlijk nog wel kerstnagels zien? Het voelde voor mij ook weer een beetje raar. Want ik dacht, dan ga ik allemaal kerstinspiratie nail arts geven. Terwijl helemaal niemand kerstnail arts meer gaat maken. Dus ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Dus het was een beetje een raar weekje. Maar goed, jullie hebben er waarschijnlijk ook allemaal last van. Ik heb dus nu twee nail arts gemaakt. Allebei met van die ijskristallen. Ik kreeg daar namelijk heel veel verzoekjes van. Ik heb ook afgelopen week gevraagd van wat willen jullie dan zien. En toen werden die ijskristallen heel veel genoemd. Terwijl ik daar toch eigenlijk al best wel veel nail arts mee gemaakt heb. Ze zijn al heel vaak voorbij gekomen de afgelopen weken. Dus die dames die dat geantwoord hadden, heb ik geloof ik ook wel de meeste teruggestuurd van, vind je dat nog steeds leuk om te zien? Ben je dat nog niet beu? En iedereen zei, nee, ik vind ijskristallen gewoon super leuk. Dus ik dacht, ik ga er gewoon twee verschillende soorten nail arts mee maken met verschillende producten. Ik heb allemaal verschillende dingen gebruikt. En ik ga je in deze video gewoon twee verschillende nail arts laten zien. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt er niet heel veel moeilijke technieken voor nodig. We gaan natuurlijk stempelen. Ik heb hele mooie glitters van Lacenti die ik gebruik. Ik heb weer wat folies gebruikt. Dus laten we snel beginnen. Doe alvast je duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En dan ga ik met het eerste design beginnen. Dat wordt deze, denk ik. Oké, dit wordt het eerste design wat we gaan maken. Een hele simpele nail art. Wel heel erg leuk. Ik ga je zo precies laten zien hoe ik dat heb gedaan. Maar ik heb een foto wat ik als inspiratie heb gebruikt. Ik zoek hem even snel op. En dat is deze foto van Beauty by Shan. Ik zag deze foto voorbij komen. Ik vond dat er heel leuk uitzien. Ze heeft hier wat verschillende kleuren gelpolish gedaan. Ik denk ook wat folies. En er zat één zo'n ijskristal op. Ik wilde eigenlijk dit namaken. Ik vond ook die beetje nude kleur op de ondergrond heel erg leuk. Dus dit was een beetje mijn inspiratie. Maar ja, je ziet dat er uiteindelijk toch wel iets anders van geworden is. Maar dit was de foto die ik in eerste instantie had gezien. Hiervoor gebruik ik de gel polishes van Loveness. Ik gebruik nu de Cover Nude. Dat is zo'n doorschijnende nude kleur. En daarmee kun je dus bijvoorbeeld ook van die mooie rose quartz nagels maken. Ik breng hier eerst één laagje van aan. Dit hard ik uit in de lamp. En dan gaan we verder. Ik heb hier nog drie kleuren op mijn paletje aangebracht. Dat zijn Holy Nude. Dat is die nude kleur natuurlijk. Hot Peach. Dat is die middelste. En dan heb ik ook nog een glitterkleur. En dat is All Day Rose. Dit zijn drie kleuren van Loveness. Maar heb jij iets anders wat erop lijkt, dan kan dat natuurlijk ook. En nu ga ik deze drie kleuren aanbrengen over die Cover Nude. Ik ga dat gewoon een beetje willekeurig doen. Ik heb hier een nail art penseel en nu ga ik die verschillende kleuren aanbrengen. Ik maak gewoon een soort van strepen erop. Jullie hebben mij dat wel eens vaker zien doen. Zo. Nou, die nude kleur valt niet super hard op. Want die lijkt wel een beetje op die ondergrondkleur, maar je ziet hem wel hoor. Dan pak ik die peach kleur ook. Die vind ik zelf ook wel heel erg mooi. Ook een paar veetjes. En kijk even wat je zelf leuk vindt. Ik werk nu een beetje van onder naar boven. Ik heb het bij deze voorbeelden steeds een beetje afgewisseld. En dan pak ik die glitterkleur ook nog een klein beetje. Ook zo ertussen. Dus je maakt gewoon wat verschillende veetjes. Zo. Dit hard ik nu uit in de lamp. Als deze vlekken van de nail art zijn uitgehard, dan breng ik daar nog een keer zo'n laagje van die Cover Nude overheen aan. En je denkt dan misschien van, oh jee, dan zie je er niks meer van. Maar dat valt eigenlijk reuze mee.
Hij wordt wel meteen wat dekkender, maar je ziet ook echt die vlekjes nog wel op de ondergrond. Maar ik vind het juist altijd wel mooi dat het een beetje in elkaar wegsmelt zo. Het wordt mooi één geheel. Die kleuren passen zo mooi bij elkaar. En ik vind het wel een hele mooie basis. Hier kun je natuurlijk ook een marble nail art van maken. Ik heb nu wat meer van die strepen gedaan. Als je dit wat meer door elkaar had gemarbeld en dan deze er overheen had gedaan, ja, dan had je al bijna een soort van rose quartz nail art natuurlijk. Maar hier gaan we nu zo meteen nog van die folies overheen doen. Maar ik ga eerst deze uitharden in de lamp. Er zit nu nog een plaklaag op die gel polish en die verwijder ik nu met alcohol. Want je wilt dat er geen plaklaag meer op zit. En hier ga ik nu de foliegel overheen aanbrengen. En daar kunnen we dan zo meteen de folies op plakken. Dit is de foliegel van Loveness. En hier breng ik ook een beetje van die strepen, van die vegen mee aan. Dat doe ik voorzichtig. Ik strijk mijn penseeltje even goed af. En dan maak ik zo een paar van die vegen. Niet te veel, maar je wil wel hier en daar wat van die folie krijgen. Dus dit hard ik nu uit in de lamp. Als de foliegel goed is uitgehard, dan ga ik met de folie eroverheen. Ik heb hier een beetje zo'n rosé-gouden folie. Vind ik wel heel erg mooi, die past er ook goed bij. Maar je kan natuurlijk ook gewoon goud pakken of zilver, wat je zelf mooi vindt. En nu dep je het dus op die plekken waar je die foliegel hebt aangebracht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet waar het zit. Maar zodra je dan die folie erop dept, dan, dan blijft het vanzelf plakken waar die gel zit. Nou, mijn tipje blijft niet goed meer plakken. Maar de folie zit er nu op. Nu ga ik hier nog een laagje base en top gel overheen doen. Zodat ik daar dan zo meteen weer overheen kan stempelen. En dit hard ik nu weer uit in de lamp. En op deze nagels ga ik eigenlijk alleen maar een paar van die ijskristallen stempelen. Dat doe ik deze keer met een Noël collectie stempelplaat nummer 11. En daar zitten een aantal hele mooie ijskristallen op. Ook deze heb ik al vaker in een video laten zien. Dus mocht je deze plaat hebben, dan zijn die ijskristallen echt super goed daarvoor. Maar er zijn genoeg platen waar dat op zit. Dus ik gebruik straks ook een andere plaat. Dus je kan zeker gewoon kijken wat je in je collectie hebt. Ik ga stempelen met wit. Dit is de witte stempellak van Mojo. Ook nu verwijder ik weer de plaklaag met alcohol. Want ik vind het niet fijn om over een plaklaag te stempelen. Maar dat kan wel. En nu ga ik dus een paar van die ijskristallen erop doen. Zomaar één of twee is eigenlijk prima. Ik vind dit een hele leuke. Ik ga er even scherper overheen. Ik pak hem op. Ik haal altijd het overtollige weg met mijn duim. En dan zet ik hier willekeurig gewoon een ijskristal. Dan zou ik er hier onder in het puntje ook nog een kunnen doen. Dan pak ik die andere. Precies op dezelfde manier. Ook hier haal ik even het overtollige weg. En dan zet ik hem een beetje zo hier schuin in de hoek. Zo, super cute. Dan wil ik er toch nog een paar stipjes bij hebben. Ik vind die stipjes altijd erg leuk. En dan vormt het ook een mooi geheel. Dus ik breng gewoon een klein beetje van die stempellak aan. En met een kleine dotting tool zet ik een paar witte stipjes. Ik doe dat gewoon een beetje rond die ijskristallen. Hier en daar, gewoon willekeurig. Zo. Dit kan ik nu gewoon laten drogen. En dan kan de topcoat eroverheen. Dan is die al klaar. Ik laat je aan het einde van de video het eindresultaat zien. En nu gaan we verder met het volgende design. En hier hebben we dus de andere nail art. En als je goed kijkt zit die helemaal vol met glitters. Ik heb daarvoor drie verschillende glitters gebruikt van Lissente. Het zijn allemaal golden white glitters. Alleen de ene is een multiglits, de andere is een iridescent. En de andere is een micro iridescent. Dus ze passen heel goed bij elkaar, want ze hebben allemaal een beetje diezelfde kleur. Ik gebruik ze met elkaar en dat doe ik over deze drie verschillende gel polishes. Dat ga ik je laten zien, want dan kun je ook precies zien hoe die glitters anders overkomen als je ze weer op een andere kleur doet. En daar overheen heb ik dus ook weer ijskristallen gestempeld. Ik ga je nu dus de drie verschillende kleuren laten zien. Dit zijn de gel polishes van Lissente Create. En dit is Notting Hill. Dat is een beetje zo'n nude. Ja, niet echt een nude kleur. Of wel? Een hele zachte, neutrale kleur in ieder geval. Mooi dekkend. Dit wordt de eerste kleur die ik ga gebruiken. Deze hard ik uit in de lamp. Dit is de volgende en dat is Bakerloo. Dat is een beetje meer een zo'n oud roze kleur, denk ik. Ook een beetje nude-achtig. Een beetje zo'n leverkleur of zo. Echt een hele mooie kleur vind ik dit.
Ook hiervan breng ik één laagje aan en deze hard ik uit in de lamp. En tot slot heb ik deze kleur, dat is een grijze en dat is Covent Garden. Ook een hele mooie kleur. Het zijn eigenlijk drie hele zachte tinten. Niet echt pastelachtig, maar wel een beetje zo'n zachtere kleur. En ze passen ook echt heel mooi bij elkaar. Dus ook hiervan breng ik één laagje aan. En deze hard ik uit in de lamp. Dan gaan we nu dus die glitters aanbrengen over die kleuren. En dat doe ik met dit fluffy penseel. Dat is het P1 penseel van Le Scente. Ik begin nu met de grofste glitters. En dat is wel een tipje die ik je kan geven. Begin altijd met de grootste glitters. Die plakken dan goed op de plaklaag. En hier tussen die grove glitters, blijven nu altijd nog wat ruimtes over. Waar je dus weer fijnere glitters kan doen. Dus daarna doe ik de minder grove, dus de middelste. Die dep ik daar weer overheen. En die blijft nu heel mooi plakken tussen die openingetjes. Want ja, er kan natuurlijk maar één glitter op één plek tegelijk plakken. En tot slot doe je dan die hele fijne, die micro glitter. Want die vult echt de allerkleinste plekjes op. En dan is de nagel echt helemaal mooi glitterend. Stel dat je nu met die allerfijnste glitter zou beginnen. Ja, dan is die eigenlijk al meteen helemaal bedekt met die kleine glitter. En dan zullen die grotere glitters ook niet meer blijven plakken. Dus het is wel belangrijk dat je in deze volgorde werkt. Ik dep het nog een beetje aan met mijn vinger, zodat die grove glitters goed plat erin liggen. En dit ga ik nu bij alle drie die nagels doen. Dus ik ga ze zo meteen nog naast elkaar laten zien. En dan doe ik de topcoat eroverheen. Hier is dus die andere kleur. Doe ik precies op diezelfde manier. Eerst de grovere glitters dep ik erop. En de plaklaag van die gelpolish is echt perfect. Daar kun je echt heel goed de glitters gewoon opplakken. Blijven perfect zitten. Kijk eens hoe mooi die shinen. Dan pak ik die middelste glitters. Echt heel mooi zijn deze. Dit waren altijd al mijn favoriete glitters. Ik heb ze altijd heel vaak gebruikt. Laatste tijd ietsje minder. Ik dacht, nu kan ik ze mooi voor deze nail art gebruiken. Nou, die fijne glitters dep ik er ook zo op. Dan kun je er even overheen gaan met je fluffy penseel. Even goed die randjes, dat er geen glitters uitsteken. En even een beetje aandeppen. Zo, dat is de tweede. Kijk eens hoe shiny. En dan doen we nu die andere. De grijze kleur, ook precies weer op diezelfde manier. En dit is zo makkelijk om te doen, maar het ziet er meteen zo mooi uit. Zo, die dep ik aan. Nog een paar van die andere glitters eroverheen. En ze hebben dus allemaal een beetje zo'n gouden gloed. Maar op alle drie de kleuren komen ze net weer een beetje anders over. Zo, die fijne glitters nog. Ook hier even de randjes schoonmaken. Even aandeppen. Dan ga ik ze nu even alle drie naast elkaar laten zien. En kijk hoe mooi dit is. Echt super mooi. Je ziet dat ze wel allemaal net een beetje verschillend zijn. Maar die gloed is overal hetzelfde. Overal die mooie gouden gloed. Echt geweldig. Hier ga ik nu nog een topcoat overheen doen. Of in ieder geval de Smooth It. Dat is eigenlijk een extra laagje wat ik altijd over de glitters heen doe. Dit is de Smooth It van Le Scente. Je zou eventueel ook gewoon een topcoat kunnen gebruiken. Maar zorg er wel voor dat je iets gebruikt. Waarvan je het niet erg vindt dat er glitters in komen. In mijn Smooth It zitten natuurlijk al wel wat glitters. Omdat ik die daar altijd voor gebruik. Dit doe ik natuurlijk niet met mijn goede topcoat. Die ik altijd gebruik voor klanten die geen glitters willen. Want als je een topcoat over glitters heen doet. Zullen er altijd een paar in het flesje terechtkomen. Maar goed, ik vind dat dus niet erg. Want mijn Smooth It gebruik ik alleen maar met glitters. Nou, dit hard ik uit in de lamp. Kijk, het is shinen. En dit doe ik dus bij alle drie die nagels. Smooth dit eroverheen. En dan gaan we hier zo meteen overheen stempelen. Oké, nu ga ik nog stempelen. Dat doe ik met deze drie kleuren. Dit is Grey Day, Brown Chocolate en Nude Hazel. Echt super mooie kleuren. Matchen ook weer mooi met elkaar. Ik vind het echt een leuk geheel zo met die kleurtjes. En ik gebruik de stempelplaat Take a Bow van Yours. Ik ga één voorbeeldje voordoen, want het is in principe allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde principe. Alleen ik heb bij deze en bij deze en die
heb ik gewoon op de kleur een stempel gezet met één kleur. En bij die andere twee heb ik eerst... Ik ga het gewoon laten zien, want dit klinkt wel heel ingewikkeld. Bij die drie heb ik dus alleen maar deze gedaan. Gewoon over de hele nagel. En bij die andere twee heb ik eerst deze gedaan. En daarna heb ik er nog een paar losse ijskristallen opgezet. Dus ik ga dat voorbeeldje denk ik even voorop doen. Want dan kun je het precies helemaal zien. Maar het is eigenlijk gewoon super simpel en allemaal op dezelfde manier. Kijk, hier zijn de drie nageltjes met die smooth it eroverheen. Echt super mooi en blinkend. Over die grijze kleur heb ik dus gestempeld met grijs natuurlijk. Vind ik wel een mooi effect geven. Dan blijft het allemaal een beetje in dezelfde tint. Over deze kleur heb ik gestempeld met die donkerbruine. Vind ik ook heel erg mooi. Dus daar heb ik deze combi gedaan. Dit. Super mooi. Dan valt het ook goed op. Maar dan is het toch mooi een geheel. En op die lichte heb ik eerst gestempeld met deze kleur. Ik vond dat zelf net ietsje te licht. Het viel niet echt super hard op. Dat zul je zo meteen ook zien. Dus ik heb bij allebei deze nagels eerst die lichte kleur als ondergrond gedaan gestempeld. En dan bij deze heb ik met grijs losse erop gezet. En bij deze heb ik met bruin losse ijskristallen erop gemaakt. Dus dat ga ik je nu op dit voorbeeldje laten zien. Ik ga nu dus stempelen met die Nude Hazel. En dan pak ik dit patroontje wat de hele nagel bedekt. Ja, deze niet eens heel de nagel. Want deze nagels zijn zo groot dat ik het waarschijnlijk gewoon in twee keer moet doen. Zo. Nu pak ik hem op. Even kijken hoor. Ga ik het redden in één keer? Ja, er zit hier nog een stukje. Die kan ik hier nog mooi aan de onderkant doen. Ja, ik red het precies denk ik. Soms pak ik even van die losse stukjes die er nog op zitten. En dan kun je daar mooi de nagel mee bedekken. Maar zoals ik altijd al zeg, je eigen nagels zijn natuurlijk niet zo lang. Kijk, mijn eigen nageltje is 1/3 daarvan. Dus dan kun je makkelijk gewoon de hele nagel daarmee bedekken. Nu heb je dus die ondergrond en nu zie je dus al dat het niet super hard opvalt. Ik vind dit wel heel erg mooi en zeker als je gewoon een hele subtiele nail art wil hebben, dan is dit natuurlijk prachtig. Want je ziet het echt wel. Dus je kan het zo laten, topcoat eroverheen en dan ben je klaar. Maar ik heb hier dus nog een paar losse ijskristallen overheen gezet. En ik had dat dus met dat grijs en met dat bruin gedaan. Ik ga hier nu een paar bruine ijskristallen nog opzetten. Dat doe ik dus met die brown chocolate, die donkerbruine kleur. Pak ik eerst deze. Doe ze iedere keer één voor één. En ik schuif ze één kant op, zodat je steeds nog de volgende ook kan pakken. Zonder dat je je plaat steeds schoon hoeft te maken. Nou, deze zet ik hier een beetje schuin aan de bovenkant. Zo. Kijk, en heb je dan wat kortere nagels, kun je het ook gewoon zo doen. Maar dan kun je misschien maar één of twee extra ijskristallen erop doen. Ook superleuk. Kijk, dan pak ik de volgende. Schuif ik weer die kant op. En ook die maak ik even schoon. Zo, dan zet ik die een beetje hier schuin. Weer de volgende. Even kijken, pak ik deze. Deze. Die ga ik een beetje aan de bovenkant doen, denk ik. Beetje half. Net hierboven in het hoekje. Zo. En dan wil ik hieronder ga ik nog een mooie doen. Dan doe ik die. Vind ik ook wel heel leuk. Met je die ronde. Oh, ik moest mijn stempel nog schoonmaken. Snel. Ja, ik ben nog net op tijd. Zo. En die zet ik hier aan de onderkant. Voilà. Super cute. Nu is die in principe al klaar. Maar ik ga er toch nog een paar stipjes bij zetten. Ik had dat bij die eerste nail art ook gedaan. En ik vind dat er toch wel heel leuk uitzien. Gewoon hier en daar een paar van die bruine. Dan is het net een mooi geheel. En dan is het niet alsof die ijskristallen er gewoon zo los op staan. Ik vind als je die stipjes ertussen doet, dan vormt het echt een mooi geheel. Zet gewoon wat grotere en wat kleinere. Dit laat ik nu even drogen. Dan gaat de topcoat eroverheen. En dan laat ik je het eindresultaat zien. Zo, ik heb hier alle nail arts verzameld. Dit zijn de twee nail arts die ik dus net gemaakt heb. Hier zie je die ene met die folies. En die witte ijskristallen vind ik ook echt heel mooi. Die folie blinkt zo mooi. Als die focust. Ja. Ik zal die andere er ook nog even naast houden. Echt super mooi vind ik dit. Heel leuk, heel neutraal. En dit kun je natuurlijk ook prima nog gewoon in januari dragen. En dan heb ik deze nail art. Dit is dus degene die ik net voor heb gedaan. Ook heel mooi. Nou, die hoort hier dus mooi bij in dit rijtje. En ik heb hier ook nog die drie glitternagels. Die drie verschillende kleuren.
ook super mooi. Dus je kan bijvoorbeeld ook alle nagels zo doen en dan één accentnagel ertussen met die ijskristallen. Ik ben weer heel benieuwd wat jullie van deze nail art vinden. Als je het leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. Alle verkooppunten van de verschillende webshops staan onder de video. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.